De aanleg van het Groene Hart in Giessen is bijna gereed. Nu het grondwerk bijna klaar is, het hart als middelpunt letterlijk vorm heeft gekregen en de borders klaar zijn om aangeplant te worden, begint het bij de tuinbrigade te kriebelen om aan de slag te gaan. Inmiddels is gestart met de aanleg van de paden, uiteraard in hartvorm, welke door de vele vrijwilligers verder afgemaakt zullen worden met veelal natuurlijke materialen. Dat gaat nog een flinke klus worden. Vele vrachtwagens met de benodigde materialen zijn reeds gelost. Wanneer de paden gereed zijn, kan de daadwerkelijke aanplant van de moestuinen, borders en bessenhaag van start gaan. Een moment waar de tuinbrigade enorm naar uitkijkt. De oogst uit eigen tuin gaat gebruikt worden in de keuken en mogelijk nog vele harten vullen. De hartenbrigade staat voor verbinding tussen mensen en krijgt met de aanleg van het Groene Hart verder betekenis.